Ik denk dat jij misschien wel de blijste man van Waalwijk bent. Dat kun je wel zeggen, met de supporters erbij en het team. Ik begin erover omdat je natuurlijk zo bij die 1-0 als bij die 2-1 waarschijnlijk ontzettend zal balen van je eigen optreden. Ja, ik baal zeker van mijn eigen optreden. Bij die 1-0 die moet ik gewoon hebben. Ik moet er gewoon wegboksen, want ik weet, in de warming-up had ik al heel weinig grip. Mede door de regen, dus ja, ik wou hem pakken en hij fluit het zo door mijn handschoen aan. Dus dan baal je al, dan komen we goed op 1-1. Ja, en dan die 2-1. Ja. Dan zie je dat dit eredivisie niveau is en wij zijn keukenkampioen competitieniveau. Dus ja. Ja, dan denk ik 2-1 voor PSV, een paar seconden nog te spelen. Dat zal nu wel klaar zijn, maar toen viel ineens die 2-2. Ja, ik dacht ik peer die bal nog naar voren. Ik heb me aardig kut gevoeld de hele tweede helft eigenlijk. Maar ja, je moet toch doorgaan. Dus ik peer die bal nog een keer naar voren. Volgens mij kopt Ezra Wali hem door op maat. En ja, die scoort hem. Ja. Zo, voetbal is raar. Het kan raar lopen. Nog gekker, hè? Want jullie winnen met 3-2. Ja, we winnen met 3-2. Dat is, PSV gewonnen in Eindhoven. Ja, het is gewoon een droom. Maar ik baal natuurlijk van mijn eigen optreden. Maar ja, we gaan wel een feestje vieren. En bij die 3-2 zag ik er dan wel weer goed uit. Dan, ik blokte die bal en ja, we scoren eruit. Zo, ja, voetbal is een rare sport en ja, je moet gewoon doorgaan. Dit gelooft niemand toch? RKC met 3-2 van PSV in Eindhoven, toch? Dat gelooft niemand. Nee, ja, het is toch echt gebeurd. De trainer zei heel de week, vertrouw erop. We hebben na vrijdag ook geen beste pot gespeeld, maar we waren wel weer echt een team. En die overwinning hadden wij gewoon nodig, want ja, zoals je heel het seizoen al ziet, we spelen gewoon goed. En ja, dus hij zei vertrouw erin. En dan komen ze eigenlijk een beetje onrespectloos met een B-team. Vind je dat? Ja, dat vind ik wel. Ja. Kijk, als PSV zijn, dan moet je gewoon de beker willen winnen. En, Dus je zegt eigen schuld, dikke bult. Eigen schuld, dikke bult. En dat was een extra motivatie voor ons. De trainer kwam ook voor de wedstrijd nog naar naar mij en de teamgenoten toe. Van, jut iedereen op en ga ervoor. Nu, komende uren, feestgedruis, gok ik. We moeten morgen gewoon weer trainen, dus maar voor deze keer? Ja, dat ga ik nog even met de trainer bespreken dan, maar het wordt denk ik wel een mooi feestje.